Het ministerie van ROGB heeft het afgelopen jaar duizenden burgers die een toewijzingsbeschikking hadden blij kunnen maken met het toekennen van een perceel. Verder heeft het ministerie in december het online platform Geoportaal Gonini gelanceerd. Dit zegt ROGB-minister Steven Reliefeld. De minister geeft aan wat zijn ministerie nog meer heeft gerealiseerd in 2016. Ten aanzien van het afgelopen jaar 2016 hebben we natuurlijk wat betreft het beleidsgebied van het ministerie van ROGB toch wel een heleboel kunnen bereiken. Als we uitgaan van het gronduitgiftebeleid, dan hebben wij wederom het afgelopen jaar een heleboel Surinamers kunnen blij maken met hun grondbeschikking. Dat loopt goed, weliswaar vergeleken met het jaar daarvoor, 2015, is het iets wat minder geweest. En de reden waarom het minder is geweest is, ja, u weet, we hebben allemaal te kampen gehad met een precaire situatie. Waarbij wij moesten roeien met de riemen die we hebben. En dat heeft gemaakt dat we qua uitgifte van grondbeschikkingen een iets lager aantal hebben kunnen bereiken. Maar dat neemt niet weg dat het resultaat slecht te noemen is. We zijn tevreden. Maar het kan altijd nog beter. En dit jaar zullen we ons uiterste best doen om er zeker ook een beter jaar van te maken. Het ministerie is van plan om de grondhuur die tussen 10 en 13 cent is, te verhogen. Reliefeld gaat ervan uit dat de burgers hun grondhuur nu wel zullen gaan betalen. De minister geeft de voornemens voor dit jaar aan. Het beleid wordt in 2017 gewoon gecontinueerd. Ik heb aangegeven dat 2017 gaan we het tempo iets wat opvoeren. Je gaat als minister die de verantwoordelijkheid heeft over het ministerie innovatief bezig moeten zijn. We weten hoe moeilijk het is nu met de financiën. Dus dat vergt wat innovatie van de minister. En met de nieuwe uitdagingen en de innovatieve aanpak verwachten we dat we ook dit jaar een succesvol jaar van zullen maken. Voor wat betreft bosbeheer kan ik u aangeven dat wij kort voor het einde van 2016 een geoportal systeem hebben gelaunched. Dat geeft aan, het is een systeem waarbij je via internet je hele landgebied kan monitoren en volgen als het gaat om bos. De bewegingen in het bos is digitaal te volgen van hoeveel houtkap wordt er gedaan. Maar niet alleen houtkap, we hebben ook andere sectoren meegenomen met het project Geoportal Systeem. De bewegingen van goud, zodat je via het systeem, via het digitaal systeem, goed kan volgen wat er in het binnenland gebeurt. En dat is een unicum in Suriname. Dus we zijn hard op weg om zaken aan te pakken. En het zal wel zeker goed van de grond komen. Minister Reliefeld benadrukt dat burgers die een stuk grond van de overheid krijgen en dat later willen verkavelen of verkopen, een bepaald bedrag aan de staat zullen moeten betalen. Het ministerie zal nagaan of mensen die een aanvraag indienen voor een perceel dat daadwerkelijk nodig hebben.